Wat is er plots mis met kokosolie? Hi, mijn naam is Tanja Hebrecht en in deze video ga ik jou drie goede redenen geven waarom kokosolie nog steeds zeer goed en gezond voor jou is en waarom je het met een gerust hart elke dag nog in je voedingspatroon kunt houden. Plots verschijnen er overal artikelen over kokosolie en waarom het slecht voor je is, niet gezond is. Wel, alles blijkt gebaseerd op een rapport van de American Heart Association. En daarover is dan geschreven in USA Today, wat een zeer populaire Amerikaanse krant is. En naar mijn gevoel hebben zowat alle andere media daar wat dingen over van overgenomen. Wat schrijft USA Today? Kokosolie, niet goed, niet gezond, nooit geweest. Nu, in de kantlijn. The New England Journal of Medicine schrijft dat 50% van wat door de journalisten geschreven wordt in de media niet over de gezondheidsstudies niet correct is en niet overeenstemt met de conclusies van de studies. Dag Greet. Dus dat in de kantlijn, dat is misschien, met andere woorden, zij zeggen tegen een aantal journalisten: wees misschien eens wat nauwkeuriger in je research. Maar zoals gezegd, dit in de kantlijn. Van waar komt nu het idee dat kokosolie slecht zou zijn? Wel, kokosolie is een gesatureerd vetzuur. Het is een uitzondering in het grote aanbod van de gesatureerde vetzuren, maar het is wel een gesatureerd vetzuur. En daarvan wordt gezegd dat het je LDL verhoogt. LDL is wat wij noemen de slechte cholesterol. En die LDL zou aan de basis liggen van het ontwikkelen van hart- en vaataandoeningen. Dat laatste stukje informatie is volledig achterhaald. Dat is niet zo. Dat hebben ze lang gedacht, maar ze hebben ondertussen toegegeven dat ze zich hebben vergist. LDL komt pas in een secundaire rol te pas aan het ontwikkelen van hart- en vaatziektes. En wel op deze manier. Wanneer is LDL schadelijk voor onze gezondheid? Als het oxideert. En wanneer oxideert het? Als het terechtkomt in een context die inflammatoire is. Dat betekent waar in een lichaam waar allerlei ontstekingen plaatsgrijpen. En per definitie gaat dat zijn in een lichaam dat veel industrieel bereide voeding krijgt, veel koolhydraten en suikers. Dus alleen als de LDL oxideert, is die schadelijk. Dus het zijn die ontstekingen die net een aantal problemen in de hand werken, niet de LDL op zich. Oké? Nog eens, die ontstekingen gaan vaak gepaard met een dieet dat voornamelijk gebaseerd is op suikers en zetmelen. Oké. Dus is het interessant om eens te gaan kijken wie vertelt dit verhaal? We zouden kunnen aannemen dat de American Heart Association een onafhankelijke instelling is. Blijkt nu dat het grootste deel van de financiële middelen komen uit financieringen door de voedselindustrie. Oké. Wat vertelt dan ook die association? Wat zijn de adviezen? Weinig vetten eten, veel brood, veel pasta, dus veel zetmelen, en veel geraffineerde plantaardige oliën. Dat zijn dingen die volledig haaks staan op de nieuwste richtlijnen die over voeding gepubliceerd worden. Vooral sinds 2015 kun je daar heel veel degelijk onderbouwd materiaal over vinden. En eigenlijk zegt men in die studies: jongens, we hebben ons vergist. We hebben 35 jaar de mensen verkeerd advies gegeven. Wij dachten dat het de vetten waren die de boosdoeners waren. Niets is minder waar. Het zijn de suikers, de slechte koolhydraten die aan de basis liggen van al die gezondheidsproblemen. Dus dat moeten we toch even in het achterhoofd houden. Goed. Wat vertelt het rapport nu? Ik heb je drie goede redenen beloofd. Wel, ik ga er drie dingen uithalen. Wat de associatie in haar rapport vertelt en ik ga daar feiten tegenover stellen. Wat zeggen ze? Ten eerste,
Kokosolie veroorzaakt cardiovasculaire aandoeningen. Daar heb ik het er net al even over gehad. Dat is niet zo. Wetenschappelijk beschreven, aangetoond, bewezen is dat in kokosolie MCT's zitten. En MCT's zijn zeer specifieke vetzuren die zelfs helpen tegen hart- en vaataandoeningen en die ook zeer succesvol ingezet worden bij het bestrijden van obesitas. Met andere woorden, je gaat er ook makkelijker mee afslanken. 2. Kokosolie verhoogt de LDL, wat slechte cholesterol is. Daar heb ik het daarnet ook al even over gehad. We weten nu dat het niet die LDL op zich is, maar de geoxideerde LDL die de ontstekingen zijn en de oxidatie van de LDL die de boosdoener is. Feit, kokosolie heeft een eerder verlagend effect op de algemene cholesterol. 3. Kokosolie heeft geen gekende gezondheidsvoordelen. Feiten, kokosolie heeft een bewezen antibacterieel effect en antischimmel. Dat betekent dat de immuniteit verbeterd wordt, dat de kans op ontwikkelen van bepaalde ziektes verlaagd wordt en dat het zelfs een remmend effect heeft op de verouderingsprocessen. Met andere woorden, conclusie, kokosolie is super voor je, is zeer gezond en je mag het met een gerust hart elke dag blijven gebruiken. Kokosolie voor de mensen die het niet kennen, want ik kom nog regelmatig mensen tegen die het niet kennen. Kokosolie ziet er zo uit. Je kiest best die in de glazen potten, want daar is niet mee geknoeid. Heeft een lichte kokostoets. Ziet er wit uit, als een witte pasta eigenlijk. En bij een temperatuur vanaf 25 graden gaat die vloeibaar worden. Dus maak je daar geen zorgen over. Soms heb ik mensen die zeggen, oh, mijn kokosolie is vloeibaar geworden. Ziet eruit als water. Dat is normaal, vanaf 25 graden. Je hoeft dit ook niet in de koelkast te bewaren, wel op een donkere plek. Goed, als jullie nu zeggen van, oh, wat zegt ze daar allemaal? Die durft dat nogal allemaal beweren. Het komt niet van mij. Ik heb de informatie gekregen van mijn voedingsmentors. Die hebben mij een lijst bezorgd van alle studies die gepubliceerd zijn op PubMed. PubMed is een zeer betrouwbare bron met wetenschappelijk materiaal. Daarin worden de studies gepubliceerd die gescreend zijn en die volgens de wetenschappelijke methode gebeurd zijn. Dus dat is een betrouwbare bron. Als je graag zo'n lijst wil van die referenties, vraag ze op. Ik ga ze je met plezier bezorgen. Dus wees een beetje kritisch misschien als je dergelijke berichten leest over bepaalde voedingsstoffen in de media, want het is niet altijd wat het lijkt. Ik hoop dat dit waardevol voor jou was. Geniet van het weekend, geniet van de mooie zomer, misschien van de vakantie die voor jou voor de deur staat. En heel graag tot in een volgende video. Bye bye!